vandaag gaan we weer wat wetsuits testen. We hebben vandaag van Dare to Try het topmodel, de Mach 5. En dit is de damesversie in schitterend roze. En van Huub de Aegis 3. Ook schitterend vormgegeven. Maar goed, het gaat natuurlijk om hoe ze zwemmen. En dat gaan we nu beleven. Ja. Nou, het is schitterend weer om te testen. We hebben net de pakken aangetrokken. En dat ging behoorlijk vlotjes. Dus dat is al een pre. En dan gaan we er nu in om te testen. Pak om in te zwemmen. Hij zat aanvankelijk een beetje strak, maar tijdens het zwemmen heb je daar helemaal geen last van. En ja, hij is zo soepel dat je zelfs in hogere slagfrequenties prima mee door kunt. Dus ik denk een goede keuze voor een middenklasse. Nou, super fijn pak dit. Ik vind hem zelf ook heel mooi met al het roze. En hij zwemt heel fijn, je armen bewegen heel soepel. En je snijdt echt door het water heen. Dus je gaat echt heel mooi door het water. Heel soepel en ja, het drijfvermogen is heel goed.